Ik kijk naar de Black Edition, dit is de DVD van Sensation. Naast me staat Marco V, hij moet zometeen met een vliegtuig naar... Mallorca. Hoe ga je dat doen? Vakantie vieren. Wil je niks draaien? Nee. Hoe ging je set? Goed. Ja. Was heel leuk. Gewoon mijn plaatje draait, hè. Café de Marco en zo, en dat wilde wel. Wat is dat verschil met de Marco V van nu en van, zeg maar, vorig jaar? Dat zijn vooral de platen. Ik, zoals elke DJ, duik ik de platenzaak in. Ik neem gewoon de platen die ik gaaf vind. En de ene keer is het meer techno. Maar over jaar kan het goed weer meer trance of je noemt het maar op zijn. Maar wel de Marco V-stijl. Maar wel wat het aanbod ook is en wat ik zelf maak. Er zijn mensen meer, iets meer in de techno-trance weer. Zo. Dus ja, vandaar. Marco, je bent goed in het bedenken van thema's. Daar ben je heel sterk in. Maar je hebt onlangs ook een paar grote hits gescoord. Betekent als je een hit scoort dat je dan veel meer aandacht krijgt in de pers? Dat je boekingen omhoog gaan? Ja, absoluut. Ja. Buitenland, binnenland? Ja, als de platen in het buitenland ook scoren, dan krijg je natuurlijk veel aandacht uit het buitenland. Maar ja, vanwege Gold and Simulated, ik ga het echt wel over de hele wereld los. Mm-hmm. Hoe is het contact met het publiek vanavond, Marco? Moeilijk. Waarom? Ik blijf het moeilijk vinden om op een ronddraaiend podium contact te zoeken. Ja, daar wil ik het over hebben. Als jij mag kiezen, zou je dan op een vast podium willen staan, aan het begin van de zaal, of in het midden op een ronddraaiend podium? Absoluut aan het eind van de zaal, maar voor het oog, dit, een sensation, is toch, gaat niet echt om de DJ's, toch meer om de hele beleving. Techno toch wel? Want ik hoor ook mensen dat ze mensen zeggen van vanavond komen voor de DJ's. Ja, iets meer dan buiten, daar ben ik wel mee eens. Maar toch ook veel mensen komen voor het gevoel sensation. En, wat bedoel je nou precies met wat is dan het gevoel sensation? Ja, ik weet niet hoe ze het gecreëerd hebben, maar het is gewoon een sensation gevoel. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar het is er gewoon in Nederland. Wat vind je van de keuze van de DJ's door IDT gedaan voor de line-up van Sensation White and Black? Ik heb Chris Liebing nooit zelf voor het draaien, dus daar heb ik geen oordeel over. Maar je kent zijn platen wel? Ja. Wat vind je ervan? Goed, maar het is iets te moeilijk voor de massa, vind ik. Dus een gedurfde keuze? Ja, absoluut. Nou, dat vind ik juist wel fijn. Jij wel. Ja. Dus, maar het zal heel goed gaan, maar ik zeg dat kan er geen oordeel over geven. Maar IDT heeft af en toe gedurfde keuze. Ik bedoel, met Marcel hebben ze dan ook een gedurfde keuze gemaakt. Absoluut. Dus en dat waardeer ik wel in de keuze van hem. Ja, absoluut. Maar wat ik wil zeggen, ik kan niet oordelen over Chris Liebing, omdat ik hem niet ken. Ik heb hem nooit set horen draaien. Maar verder vind ik het helemaal goed. Ik ben blij dat ik ook na Michel mocht draaien en dat ze mij niet als afsluiter hebben gezet op deze feest. Ja, waarom? Ja, omdat ik hier gewoon lekker naar Michel op kan bouwen, zo naar Chris Liebing. Een beetje steviger. En dat ligt mij wel. Ik hou niet van om gelijk vol gas te moeten geven en dan 2 uur lang staan te beuken. Oké. Okay. Marco, je moet naar de radio toe. Ja. Hartstikke bedankt dat je nog even hier kon komen, want je pikte je net voor de artiestingang weg. Dat je moet straks je vliegtuig pakken. Goeie vakantie, geniet ervan. Oké, dankjewel. En veel succes met je project, hè. Oké, bedankt. Dat was Marco V voor ID&T.